Het heugelijk moment waarbij de eerste asfaltlaag van het eerste traject aan de Zwartenhovenbrugstraat is aangebracht, heeft reeds plaatsgevonden. Hierna zal de aannemer overgaan tot de uitvoering van de tweede sectie die ligt tussen de Keizerstraat en de Steenbakkerijstraat. Het gedeelte tussen de JF Nassilaan en de Keizerstraat zal dan ook worden opengesteld voor de weggebruikers. Dit project is een heel belangrijk onderdeel van het grote project dat te maken heeft met de ontwatering van de gehele binnenstad. We gaan vandaag asfalteren. Dit is wel de eerste asfaltlaag die we gaan aanbrengen, de binder. We hebben vorige week de beeskorslaag, de laatste funderingslaag van de weg, geprofileerd. We hebben hem verdicht. We hebben de verdichtingsmeting gedaan in het veld. En nadat bleek dat die haalde, hebben we hem dus afgespoten met een bitumenlaag. En vandaag zijn we dan zover om de eerste asfaltlaag aan te brengen. Sectie 1 wordt vandaag geasfalteerd. Het gaat om dus het gedeelte tussen de Keizerstraat en de Nassilaan. De tweede laag wordt geplaatst nadat de kruispunten ook zijn aangepakt. Dan wordt de toplaag volledig aangebracht. Voor nu gaan we dus alleen de binderlaag aanbrengen. Vervolgens plaatsen we een tijdelijke wegmarkering. En dan kan dit gedeelte, dus sectie 1, opengesteld worden voor het verkeer. En hierna gaan we dan naar sectie 2. Dat is dus het gedeelte, of sectie 2A noemen we die. Want dat is dat gedeelte tussen de Keizerstraat en de Steenbakkerijstraat. Dan gaan we daar werken en dan wordt dat gedeelte volledig afgesloten voor het verkeer. Het asfalteren is vandaag af. Het kan binnen een dag afgerond zijn als het weer meehelpt. Zo niet 2 dagen. We zijn volgens schema, we hadden hier tot 15 mei. Op dit gedeelte, sectie 1 tot 15 mei. Dus we zitten op schema, ja. Het is de planning dat het vandaag asfaltlaag afgerond is. We gaan dan de tijdelijke wegmarkering aanbrengen. En dan kunnen we hem openstellen. We gaan ook de borden moeten plaatsen, de tijdelijke borden. En dan kan de weg opengesteld worden. Dit project is een heel belangrijk onderdeel van het grote project dat te maken heeft met de ontwatering van de totale binnenstad. We hebben een aantal jaar geleden hebben we de grote projecten van de Maagdenstraat ook al gehad. Dit is het vervolg eigenlijk van het groot landelijk project wat betreft het ontwateren van de binnenstad. En vandaag hadden we inderdaad het heugelijk moment dat we de eerste laag asfalt hebben aangebracht over het eerste traject. De aannemer gaat verder met de tweede sectie vanaf de kruising Keizerstraat tot de Steenbakkerijstraat. De voorbereidende werkzaamheden hebben reeds plaatsgevonden. Nu de belangrijkste zaken die voor de tweede sectie moeten plaatsvinden zijn de werkzaamheden van de nutsbedrijven. En de aanleg van de hoofdriolering, eigenlijk de complete vernieuwing en aanleg van een nieuwe hoofdriolering. Ik ben vandaag zelf ook komen kijken omdat het voor mij ook belangrijk was hoe de interactie heeft plaatsgevonden, hoe het project uitgevoerd is. We hebben te maken met ondernemers, we hebben te maken met bewoners hier in de stad. Ik heb goed gesprek gehad ook met de directievoerder over de kwaliteit van het uitgevoerde werk. En ik moet zeggen dat het naar tevredenheid is gebeurd. De samenwerking is goed. De hoofdaannemer, dat is Dalian. En samen met Baitali wordt dit werk uitgevoerd. En onze directievoerder, architectenbureau van de heer Kolen. En onze staf op het ministerie werken heel nauw samen. Er zijn regelmatig projectmeetings om de voortgang van het project te bespreken. En welke zaken aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Dat die goed gecoördineerd plaatsvinden. Zodat het project geen stagnatie ondervindt. En tot nu toe gaat het redelijk goed. Maar er is altijd ruimte voor verbetering en daar gaan we ook naar toe werken. Vandaag hebben we dus het heugelijk moment dat de eerste laag asfalt aangelegd wordt. En eigenlijk gaan we dus zo door over 4 secties tot en met het molenpad. En helemaal aan het eind zal de laatste laag aangebracht worden, zodat we 1 geheel krijgen vanaf de hoek hier bij Thalia tot de hoek de kruising Molenpad en Zwartehovenbrugstraat. Dit gedeelte van de weg gaat opgeleverd worden volgende week. Zoals je ziet is in de eindsituatie meegenomen dat er gescheiden voetpaden zijn van het verkeer. Dus dat de mensen niet meer aan de rand van de weg hoeven te lopen, maar meer aan de buitenkant van het profiel lopen. Er is ook rekening gehouden met parkeerplekken voor de winkels hier in de straat. En vanaf volgende week zullen we de mensen met de gewijzigde verkeerssituatie te maken krijgen dat we dit gedeelte van de weg weer in gebruik zullen nemen. En dat het tweede stuk vanaf de Keizerstraat tot de Steenbakkerijstraat afgesloten zal zijn. Zodat we daar de werkzaamheden kunnen aanvangen.